Welkom bij aflevering 28 van Hunshee. Die Japanse kooikarper van 1,94 meter heeft ons wel de das omgedaan. En dat met die geroemde koppers achterin. En de keeper die had er ook bij moeten zien. Sinds 28 augustus had die Mike Ooyevuur niet meer gescoord. Maar tegen ons scoort hij wel. Ik kies deze week voor de trainer. Ik steek hem een riem onder het hart. Hij had een vette ploeg. Weinig blessures, maar doelpunten maken, homa. Dan word je te gek van als trainer. Kunnen we geen spitsentrainer in laten vliegen of huren of weet ik veel wat? De trainer werd zondagnacht gillend wakker. Hij had gedroomd, zei hij. Het was 6 januari en er stonden 3 koningen voor de deur. Christian Santos, Bjorn Flemings en Sjoerd Aas. We komen uit het zuiden. Kunnen we bij jou terecht? De herberg de Goffel, die zit vol. Ik zei, nee Peter, dat is zeker een grapje. Weet je wat hij zei? Duitsers maken geen grapjes. Soms praat ik tegen mezelf en dan mogen we allebei lachen. Maar ja, als we blijven grommen, hebben we altijd een onderleven. FC Utrecht, die domme stedelingen. Die trainer zegt, 2 helften zien in het voetbal nooit gelijk. Maar is die slim, hè? Ja, als je in Haakbergen geboren bent, is er iets niet in de haak. Die natte parakiet met die lelijke kabouter plopbuit mag vrouwen geen hand geven. Die komt natuurlijk nooit op verjaardagen, die vent. Die was vroeger, toen hij nog bij NEC speelde in de jeugd, een knap kind. Maar nou, hij schiet uit alle standen. Vooral uit de heup. Dat had hij van Kevin Kooiboy geleerd. Yashin Ayoub, die kleine dwerg met die buit, dat is een broer van zijn nieuw wetje. Die hebben ze uit de selectie van de Efteling gehaald. Hou hem in de gaten, want dat is een slimme speler. Simon Mulder uit Uithuizen is een liefhebber van een mannelijke pot voetbal. Dat zullen we nog wel eens zien dan. Daar houden we je aan, anders gaan we je kaal scheren. Oh, daar is die al. Ik hou het wederom op een heimziek en 1-0, 2-0, kom goed. Dat was ik vorige keer nog vergeten te zeggen, maar Hiballa, onze trainer, had de club goed vertegenwoordigd in Voetbal Insight. Positief, klasse jongen, je bent goed bezig. En als Leiva in Arnhem wil gaan zingen, al we gewonnen hebben, let hij vast gaan oefenen dat hij bij Eus een beetje gaat leren zingen. Want Leiva kan goed voetballen, maar zingen, homa. Nou, houdoe en tot volgende keer.